Welkom vanuit het Estadio La Rosaleda. Mijn naam is Evert ten Apel en ik breng vandaag verslag uit van deze wedstrijd vanuit het Spaanse Malaga. Vandaag nemen we tegen elkaar op Olympique Lyonnais en Atletiek Club de Bilbao. En hier zien we de beginopstelling van Olympique Lyon. Had jij eigenlijk het liefst beide teams in deze 4-3-3 formatie zien spelen, Juri? Nou, ik vind het juist wel leuk om twee verschillende systemen tegen elkaar te zien. Want je gaat nu toch een beetje krijgen van wie past zich aan wie aan. En dat is op zich een best interessant gegeven. En hier zien we de opstelling waarmee ze vandaag beginnen. Dit elftal speelt 4-3-3. Dat is jou niet vreemd, hè? Nee, voor een centrumspits is het heerlijk om bediend te worden via de vleugels. En wij in Nederland kennen dit systeem natuurlijk als geen ander land. In het Estadio La Rosaleda in Malaga kunnen bij een voetbalwedstrijd zo'n 30.000 toeschouwers plaatsnemen. En er worden ook vaak popconcerten gehouden. Ja, dat klopt. Al diverse nationale en internationale bekendheden hebben hier in het verleden opgetreden. Olympique Lyon werd opgericht in 1899. Ze zijn 7 keer kampioen van Frankrijk geweest. En het bijzondere is dat dat 7 keer op rij was. Van 2002 tot en met... Nou, 2008, hè. Ik kan wel rekenen, Evert. Maar is inderdaad bijzonder. Ook dat ze dus pas na ruim een eeuw de landstitel hebben gepakt. Hij is hem kwijt. De bal rolt vrolijk verder. Hij weet die paas te onderscheppen. Die ging hard. De keeper hoeft niet eens in actie te komen, want de bal wordt geblokt. Moussa Dembélé. Dat was gruwelijk mooi. Benauwde momenten daarvoor op doel, maar die bal gaat er niet in. Ja, maar dit is echt goed verdedigd, Evert. Ibai Gomez, Miquel San José. Hij slaagt erin die paas eruit te halen. Daar wordt de bal zomaar ingeleverd. Tjonge, jonge, wat een slechte paas toch. Met gevoel gegeven. De bal rolt zo naar de keeper. Loepzuivere paas, komt goed aan. Moussa Dembélé. Memphis Depay. Olympique. Komt dat schot? De bal gaat via de paal binnen. Hier zien we het vanuit een andere hoek. Dacht jij ook dat hij naast zeilde, Juri? Zo leek het even, hè? Ik denk dat die speler hem eigenlijk verkeerd raakte. We gaan nog eens kijken naar dat doelpunt. Het eerste doelpunt van vandaag. Benyat. Muniain. Córdoba. De bal gaat mooi rond. Ze vertrouwen erop dat er een keer een gaatje valt. Aduriz. En die zit. Ja, daar waren ze totaal niet bij de les. Eerst zelf scoren en dan meteen een tegendoelpunt om de oren krijgen. Duidelijk een gebrek aan concentratie.
schitterende kopbal. Tja, geweldig, die hou je niet tegen. We gaan nog een keertje kijken naar die goal. Traoré. Muniain. Die bal is voor de tegenstander. Daar zit de tegenstander tussen. Moussa Dembélé. Benyat. De scheidsrechter fluit voor buitenspel en zo gaat deze goal niet door. Memphis Depay. Traoré. Hij moest en gaan ze hier de leiding nemen. Ja, oh, doelpunt. Hij zet zijn team op voorsprong. Ja, geweldig gedaan. En hij weet hem voorbij de doelman te krijgen. Fantastisch. Prachtige plaatsschot in de kruising. Ja, die zit er goed in. Laten we die goal nog maar eens bekijken. Córdoba. Benyat. Ai, 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 wat een belabberde paas. En Olympique Lyon bezorgt zijn tegenstander angstige momenten. Daar is de poging. De keeper grijpt in, maar kan de bal niet wegwerken. Weg is weg, was de gedachte, denk ik. Geray. Ibai Gomez. Mikel San José. En hij is de bal kwijt. Nabil Fekir. Muniain. Als ze dit goed kunnen uitspelen, kunnen ze toeslaan op de counter. De tegenstander staat inmiddels weer in positie. Dat is een gemiste kans, hoor. Moussa Dembélé. Hij krijgt hem op de slot. Ik zal maar uithalen. Doelpunt. Ze vergroten de voorsprong. Dit is de treun van je welste voor de tegenstander. Die zullen nu moeten jagen op de aansluitingstreffer. Waardoor ze nog meer ruimte weggeven. Het eerste doelpunt heeft hem blijkbaar genoeg zelfvertrouwen gegeven om er nog één te maken. De goal vanuit een andere hoek. Thank you.
Muniain, Mikel San José, Inigo Martinez. Die paas wat onderschept. Ze spelen de bal rustig naar elkaar over en zoeken naar de ruimte. Mikel San José. Aduriz. Die bal lijkt op maat. De verdediging geeft heel veel ruimte weg op de flank. Bal voor het doel. Doelpunt! Wat een fantastische kopbal. En via het hoofd verdwijnt hij in het doel. Hij heeft zich daar precies goed opgesteld en hij hoeft zijn hoofd maar tegen de bal te plaatsen. Nou, dit doelpunt is een verrassing. Niet alleen voor de fans, maar ook voor ons, de commentatoren. Ja, ongelooflijk, terwijl ze toch niet goed in vorm zijn. Nabil Fekir. En Olympique Lyon krijgt de bal mee naar voren. Nabil Fekir. De keeper redt op fenomenale wijze. Corner, een kans om de voorsprong te vergroten. De bal wordt in de 16. Marcelo met het hoofd, maar de doelman zit er goed bij en voorkomt een doelpunt. En die bal is opgeruimd. Aan de zijkant, ja, daar ligt de ruimte. Nabil Fekir, Moussa Dembele, Memphis Depay. Traoré. Dat was een heel belangrijke tackle. Balverlies kan fataal zijn. Aduriz. Benyat. Die bal geven ze toch wel heel makkelijk weg, zeg. Oh, wat mag Olympique Lyon. Fekir. Dapper verdedigd. Oei, net naast. Cordoba, Benyat, Aduriz. Er zijn spelers mee. De bal gaat breed. Die voorzet gaat aan iedereen voorbij. Doeltrap. Jason Denayer. Mandy. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? Memphis Depay. Muniain. Aduriz. Benyat. Cordoba. Ze zoeken telkens de vrije man, zodat er ruimte ontstaat. Die bal lijkt goed, maar wordt weggewerkt voor het echt gevaarlijk wordt. En zo raken ze de bal weer kwijt op het middenveld. Mikel San José. Muniain. Cordoba. Goeie bal hoor, maar hij heeft even de bal nog niet.
We krijgen maar liefst 4 minuten blessuretijd. Nabil Fekir. Moussa Dembele. En het balbezit is voor de tegenpartij. Wat gaan ze doen? Córdoba. Muniain. Adoris. Adoris. Benyat. Traoré. Moussa Dembele. Goeie paas weer. Een puiken wedstrijd speelt hij deze man. Penalty. De scheidsrechter wijst naar de stip. Hij komt weg met een waarschuwing. Ja, en nu moet hij zich even rustig houden, Evert. Die tackle was niet helemaal volgens de regels. De scheidsrechter fluit voor een overtreding. Wat hij daar deed was niet volgens de regels. De scheids heeft gelijk. De penalty gaat erin. De strafschop wordt benut. Goed genomen die penalty. Hij gaat erin. We gaan nog eens kijken naar het doelpunt. Muniain, Mikel San José. Het is rust en dat bij een stand van 4-2. Over zijn spel in de eerste 45 minuten valt helemaal niets af te dingen. Ja, hij heeft al 2 doelpunten voor zijn rekening genomen en zal nu proberen een hattrick te maken. Nou, geweldige wedstrijd van hem. En daar hebben ze na de eerste 45 minuten hun voorsprong aan te danken. De aftrap is genomen en de tweede helft is begonnen in het Estadio La Rosaleda. Die bal is een prooi voor de tegenstander. En Olympique Lyon bezorgt zijn... Wat een vaart. Hij zit erin. Hij schiet hem laag in de hoek. Prima afgemaakt. Prima gescoord. Je ziet hem de hoek uitkiezen. Dat is niet zijn sterke been, maar wel sterk genoeg om mee te scoren dit keer. Nou, je kunt echt op je zwakke benen kun je trainen dat hij sterker wordt. Hè? Dat is nou echt iets dat trainbaar is. En dat heeft deze speler misschien gedaan. Echt spannend zal het vandaag niet worden. Benyat. Muniain. Hij speelt de hele dag al goede passes. De bal gaat rustig rond. Ze wachten op een opening. Hij weet die bal weg te werken. Nabil Fekir. Hij slaagt erin die paas eruit te halen. Moussa Dembele. Traoré. Hij heeft volop afspeelmogelijkheden. Hij krijgt hem op de slot. Het is een ingooi. Memphis Depay. Moussa Dembele.
Iñigo Martínez. Als ze dit goed kunnen uitspelen, kunnen ze toeslaan op de counter. Dit is een bijzonder mooi steekballetje. Goeie tackle op de bal. Nabil Fekir. Knap veroverde bal daar op het middenveld. De scheidsrechter kent een vrije trap toe. En de scheidsrechter is blijkbaar in een goede bui, want hij geeft alleen maar een waarschuwing. En daar is het niet iedereen mee eens, Evert. Wat een blinde sliding. Hij neemt de speler mee. Hij probeert de tegenstander van de bal te geleiden met een sliding, maar hij maakt daar wel een overtreding bij. We gaan een nieuwe speler krijgen. Daar wordt de bal zomaar ingeleverd. Tjonge, jonge, wat een slechte paas toch. De bal wordt in de 16 gebracht. Nee, die bal komt niet bij een ploeggenoot. De keeper pakt hem. Die verdedigers is hij kwijt. Prima verwerkt die bal, waardoor verder gevaar voorkomen wordt. We gaan eens kijken naar de hoekschop. Het publiek verwacht veel van die corner van Olympique Lyon. Diepe corner. De aanval verzandt in goede bedoelingen, maar daar heb je niks aan. Die bal gaat recht naar de tegenstander. Mandy. Gaat hij voor eigen succes of speelt hij af? Heel dreigend is het nog niet, maar het balletje gaat snel van voet naar voet. Die bal lijkt goed, maar wordt weggewerkt voor het echt gevaarlijk wordt. Over de lijn, ingooi. Jason Denayer. Het spel wordt goed breed gehouden. Mandy. Moussa Dembele. Ruimte voor de voorzet. Die bal lijkt wel de juiste lengte te hebben, maar de tegenstander weet hem toch weg te werken. Muniain. Ibai Gomez. Lyon is nu aan zet. Marcelo. Ze zoeken telkens de vrije man, zodat er ruimte ontstaat. Ja, dit gaat goed. Zo maak je de keeper niet moeilijk. De bal gaat uit. Uitstekend verdedigd. Er wordt vervangend personeel ingebracht. Marcelo. Oh, ze zijn de bal kwijt. De tegenstander kan de bal onderscheppen. Dit zal wel eens een kans kunnen worden. Uitgelezen kans om te scoren. Oh, de keeper houdt hem. Hij heeft hem zelfs klem. Nog 20 minuten. Ze mogen ingooien. Jeraï. Fraaie paas over de breedte. Raul Garcia. En die wordt weggewerkt. Benyat. Daar zit de tegenstander tussen. Hij verliest de bal. Iñigo Martínez. Juri. Er is aan de zijkant genoeg ruimte om te benutten. Over de lijn inworp.
En we zijn klaar voor de corner. Moet je toch eens kijken hoe die supporters uit hun dak gaan. Ze hebben alle vertrouwen in hun team. Ja, en het is voor de supporters te hopen dat ze dat vertrouwen niet beschamen. De overwinning zit nog niet in de tas. Het blijft spannend. De hoekschop komt in het strafschopgebied. Ja, daar komt hij nog net aan met zijn hand. Anders was de bal zeker het doel ingegaan. De scheidsrechter geeft een hoekschop aan. De bal wordt voor het doel gebracht. Die bal weet geen medespeler te bereiken. De verdediging ruimt op. Gaat hij hem voorgeven? Adouris Yeray. Bal in de 16. Daar reageert die keeper alert op die kopbal, hoor. Nou zeg, dat is echt een geweldige reflex. Met die kopbal, daar was weinig mis mee. Knap ingegrepen, inworp. Mandi. Borrell Rodriguez. Marcelo. Traoré. De bal ligt voor het oprapen, ze zijn hem kwijt. Raúl García. Hij weet die paas te onderscheppen. Memphis Depay. Moussa Dembélé. Traoré. Ze spelen echt als een team, Jury. Goed posities. En nu uithalen. En daar scoort Lyon. Ze houden niet op. Aan zo'n voorsprong is nu niets meer te doen. Nee, dat redden ze niet meer. Het doelpunt nu vanuit een andere hoek. Deze twee teams zijn duidelijk niet van hetzelfde kaliber. Benyat. En de tijd dendert voort. We hebben nog maar 8 minuten. Memphis Depay. Moussa Dembélé. Nabil Fekir. Gaat hij het redden? Oh ja! 2 goals maken is leuk. Maar een hat-trick is toch nog even heel veel leuker. 3 topgoals van een topspeler. En ook die bal gaat erin. Dat is al zijn 3e goal van vandaag. Petje af. Het is toch heerlijk om 3 keer te scoren, Evert. We gaan nog een keertje kijken naar die goal. Het einde van de wedstrijd komt in zicht en normaal gesproken is de zaak nu al beslist. Benyat. Adouris. Ibai Gomez. Wat gaat hij doen? Zelf op avontuur of geeft hij de bal af? Die bal is voor de tegenstander. Er liggen mogelijkheden, hoor, in de omschakeling. Moussa Dembélé. Ja, je kunt het proberen van zo'n afstand. Maar dit schot is tamelijk kansloos. Gaat op het doel af. Er staat een verdediger in de baan van het schot.
Nabil Fekir. Moussa Dembele. We krijgen maar liefst 4 minuten blessuretijd. Uithalen zou ik zeggen. Lucas Toussaint. Oh, wat mag Olympique Lyon hier dichtbij komen. Hij legt hem terug. Lyon scoort. Een mooie bekroning van een geweldige wedstrijd. Ja, dat voelt lekker hoor, zo op het laatste moment er toch nog eentje bij prikken. De goal vanuit een andere hoek. Nou, we zijn al een heel eind op weg en het begint er slecht voor ze uit te zien. Benyat. Daar zit de tegenstander tussen. Lyon wint deze wedstrijd vandaag. Ja, hij heeft fantastisch gespeeld. En het leek hem wel geen enkele moeite te kosten. Nou, hij maakte wel echt het verschil. Ja, en dat wordt beloond met de wedstrijdbal.